Hallo, welkom bij de 12e en laatste aflevering van Taalklas.nl. Fijn dat u weer kijkt. Ik hoop dat het weer een leerzaam half uurtje voor u wordt. Kijkt u mee naar het volgende filmpje. Mag ik u iets vragen? Ja. Kunt u mij de weg wijzen naar de bioscoop? De bioscoop, ja, daar kan ik. Ik ga naar de film, ziet u? Goh, wat leuk. Leuk, hè? Ja. Even kijken, bioscoop. U gaat hier rechtdoor. Rechtdoor. Dan gaat u over een plein. Plein. Op het plein is een restaurant. Restaurant. En naast het restaurant is volgens mij de bioscoop. Nou, mooi. Ik loop wel even mee. Oké. Maar waar is het dan? Nou, het was op een plein. Oh. Weet u misschien waar de bioscoop is? Deze meneer gaat naar de film, ziet ja, u? Ja, leuk hè. Bioscoop, eens even ja, denken. En rechtsaf? Nee, linksaf. Linksaf, ja. Ja, u gaat linksaf, dat weet ik zeker. Oké. Ja, u gaat linksaf, dan komt u bij een brug. Een brug. U gaat de brug over en dan meteen rechts. Meteen rechts? Ja, en dan komt u bij een grote parkeergarage. Parkeergarage, ja. En dan naast de parkeergarage is volgens mij de bioscoop. Oh. Wacht, ik zet mijn fiets wel even tegen deze lantaarnpaal. Dan loop ik even met u mee. Fijn. Gezellig. Mooie fiets. Dank u wel. Wacht, we vragen het even aan die motorrijder. Mag u wat vragen? Wat zegt u? Of u hier bekend bent. Wacht, ik zet even mijn motor uit. We zijn op zoek naar de bioscoop. Deze meneer gaat naar de bioscoop, ziet u? Ja, ja. Leuk hè? De bioscoop. Eens even goed nadenken. Rechtdoor? Nee, of linksaf? Nee. Rechtsaf. U gaat rechtsaf. Dan komt u bij een groot uithangbord met reclame. En daar gaat u linksaf. Dan komt u daarna op een plein waar het iedere dag markt is. En daar moet u het nog maar eens even vragen. Ik loop wel even mee. Ja, oh, fijn. Dus die kant op? Ja, deze kant. Daar toch? Ja. Ik dacht, dit was rechtdoor. Die film is al afgelopen. Mevrouw, mogen u iets vragen? Jazeker. Wij zijn op zoek naar de bioscoop. Ja, het moet hier ergens in de buurt zijn. De bioscoop, daar staat u recht voor. Nou, ik wist dat het hier in de buurt was. Ja. Deze meneer gaat naar de film. Ja, ziet u deze meneer? Waar is die meneer? Waar is die meneer? Dat is niet. Nou, mooie boel is dit. Hé? Meneer, de bioscoop is hier hoor! De bioscoop is hier. Vandaag bij Mini Studio. Doré, Idris en Gular. Fijn dat jullie er zijn, welkom. Dankjewel. Hey Gular, je hebt meegekeken naar het filmpje. Kan je me kort vertellen wat je gezien hebt? De film gaat op straat. Ja. Een man zoekt bioscoop. Iedereen wil graag gaan helpen, maar dat duurt veel lang. Ja. Ja, iedereen wil wel helpen, maar dat duurt wel heel erg lang op deze manier. Hé hey Doré, heb jij dat ook wel eens? Dat je ergens naartoe wilt, maar dat je gewoon niet weet waar het is en dat je de weg moet vragen? Tot nu heb ik nooit meegemaakt. Oh, wat goed. Maar ja, maar het kan wel. Ja. Ja. Hè, of ben jij zo iemand, kijk jij thuis eerst in het straatboek bijvoorbeeld, hè, en ga je helemaal uitzoeken. Dat doe ik altijd hoor. Dus je bereidt het wel voor. Ja. Ja. Hey, laten we beginnen met de eerste oefening. Ik noem een woord en jullie moeten zeggen welk plaatje daarbij hoort. Het eerste woord is de fietser. De fietser. Is dat plaatje 1, 2 of 3? Gular. De fietser. De fietser staat op plaatje 2. Juist. Plaatje 2 is de fietser. De bioscoop. De bioscoop, Gular. De bioscoop staat op plaatje 3. Ja. En de bus, op welk plaatje zie jij een bus? Ik zie de bus, plaatje 2. Juist. Idris, de lantaarnpaal. De lantaarnpaal. Op plaatje 1. Plaatje 1 zien we een lantaarnpaal. De markt, Doré, de markt. Die markt staat op plaatje 2. Ja. Ga je vaak naar de markt? Nee. Nee? Nee. Vind je niet gezellig? Nee. Nee? Is te druk voor mij. Te druk. Het plein, Doré. Het plein. Het plein staat op plaatje 1. Juist. Idris, de motor. De motor.
De motor staat op plaatje 2. Hier zien we een motor. En op het eerste plaatje zien we een fiets. En het derde plaatje is een vrachtwagen. De laatste zijn voor u thuis. Het ongeluk. Op welk plaatje ziet u een ongeluk? Plaatje 1, 2 of 3? Gular, wil jij de mensen thuis helpen? Een ongeluk staat op plaatje 2. Dus plaatje 2, hè, zien we een ongeluk, een botsing. De parkeergarage. Ziet u die op plaatje 1, 2 of misschien wel 3? Gular, wat denk jij? Ik denk plaatje 1. Juist, hè, parkeergarage kan je hier inrijden. Dat zie je op plaatje 1. En de laatste voor u, de portemonnee. De portemonnee, plaatje 1, 2 of 3. En Gular? De portemonnee staat op plaatje 3. Ja, plaatje 3 is een portemonnee, juist. Tijd voor de volgende oefening. Is de zin goed of niet goed? Geef het goede antwoord. Idris, we beginnen met jou. De man vraagt de weg. Is dat goed of niet goed? Ja, dat is wel goed. Dat is goed. Hm. Hij wil de weg weten naar de bioscoop. Doré, de fietser weet precies waar de bioscoop is. Is dat goed of niet goed? Het is helemaal niet goed. Helemaal niet goed zelfs. En Idris, de motorrijder weet wel waar de bioscoop is. Goed of niet goed? Dat is niet goed. Niet goed. Weet het ook al niet. Nee. De laatste zijn voor u. De vrouw weet wel waar de bioscoop is. Is dat goed of niet goed? De vrouw weet wel waar de bioscoop is. En het gaat om deze vrouw. Is dat goed of niet goed? Wat denkt u? Gular, wat denk jij? Dat is goed. De vrouw weet wel waar de bioscoop is. Ja, die vrouw weet het gelukkig wel. En de laatste voor u. De man gaat eindelijk de bioscoop binnen. De man gaat eindelijk de bioscoop binnen. Is dat goed of is dat niet goed? Gular? Nee, jammer. Niet goed. Niet goed. Is hij opeens verdwenen? Ja. Yeah. We gaan weer oefenen met enkelvoud en meervoud. Kijkt u maar mee. Hier hebben we weer het enkelvoud. Boek, bank, een beker thee, een zomer. En in deze rij staat het meervoud. Boeken, banken, bekers en zomers. Dus zoals u ziet kunt u meervoud maken door en erachter te zetten. Zoals bij boeken en banken. En door een s erachter te zetten. Zoals bij bekers en zomers. Laten we ermee gaan oefenen. Zeg de woorden in het meervoud. Doré, 1 markt, 4. Markt, met S. Markten, met EN. EN. 1 markt, 2 markten. Markten. Idris, 1 bus, 2. Bussen, ja. Met dubbel S. Dubbel S, ja, je zegt het al. Met een S nog er extra achter en EN. Waarom was het ook alweer, die extra S? Dat is een S? Korte klank en in meervoud komt 2 medeklinkers. Ja, komt er een extra S achter. Juist. En anders zou het zijn bussen. Maar het is een korte klank, 2 bussen. Juist, Idris. Nog even jou. 1 brug, 2. Bruggen. En wat komt erachter? 2 G. Juist, een extra G weer, hè, vanwege die uitspraak. Ja. Een korte klank en EN. Deze is voor u. 1 ongeluk. En wat is het meervoud van ongeluk? 2 Gular. Ongelukken. Ongelukken. En we zien weer die extra letter, die extra K. En nog één voor u. 1 plein, 2. Gular? Pleins. Pleins. Pleinen. EN erachter. Dus 1 plein, 2 pleinen. Het is best wel een beetje lastig, hè? Maar daarom oefenen we natuurlijk ook. De volgende. Idris. 1 fietser, 2 fietsers. Fietsers, met een S erachter, juist. En 1 film, Idris, 2. 2 films. 2 films, juist. Ja, je hoort ook wel eens mensen zeggen 2 filmen, maar 2 films is beter, is veel mooier. Doré, 1 motor, 4 motors. Met S. Motors, juist. Ja.
He, je hoort ook wel motoren zeggen, yeah, met EN erachter. Mag ook, is goed, yeah, Nederlands, correct. Maar in dit geval hebben we motors. En deze is voor u. 1 ziekenwagen, 2. Wat is het meervoud van ziekenwagen? Idris? Ziekenwagens. Ziekenwagens, juist. En nog één voor u. 1 restaurant, 4. Wat is het meervoud van het woord restaurant? Idris? Restaurantes. S komt toch? Met een S erachter. Juist, die heb je goed. Ja. Nou, nu gaat het weer door elkaar, hè? Nu kies dus EN of een S erachter. 1 plein, Doré. Wat is het meervoud van het woord plein? 2 pleins. 2 pleins. Nee. 1 plein, 2 pleinen. Pleinen. Juist. Maakt niet uit. Je zit om te leren, toch? Ja, natuurlijk. 1 achterkant, Doré. 2 achterkanten. 2 achterkanten, juist. 1 fietser, Doré. 3. 3 fietser met S. Met een S. 3 ja, fietsers, ja, juist. Idris. 1 brug. 2 bruggen. 2 bruggen, juist. En deze, die is voor u. 1 parkeergarage. En is het meervoud parkeergarages of parkeergaragen? Dus een S erachter of EN? Wat denkt u? En Idris, wat denk jij? Wat is het meervoud? Ik denk parkeergarages. Met een de S. S, ja. Die heb je helemaal goed. Ja. Nog 1 voor u. 1 ziekenwagen. En is het dan ziekenwagens of ziekenwagenen? Wat denkt u? Gular? Wat denk je? Ziekenwagens. Met ziekenwagens, S, inderdaad, met een S erachter. Juist. Hey Doré, in wat voor soort buurt woon jij? Is het daar druk of is het juist heel erg rustig? Nee, waar ik woon is echt een rustige buurt. Ja? En eigenlijk, ik hou van een beetje rustige, ja, dingen. Dus te druk is, ik ben niet zo type. Nee, dat is niet goed voor jou. Nee. We gaan nu naar een liedje kijken en luisteren. En een jonge man die vindt maar dat het saai is bij hem in zijn buurt. Dat er nooit iets gebeurt, maar ik denk dat hij het mis heeft. La 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 la. Johan woont met Marian in de straat van Eelde. Hij zei tegen zijn lieve vrouw dat hij zich soms verveelde. Dat in de straat geen moer gebeurt, ik zie hier gewoon niets. Marian zei: kijk toch goed, bij mij is hij op een fiets. Op een fiets, 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 op een fiets. Johan geeuwde: dat is toch niks? Die buurt hier is zo saai, schat. Zullen we verhuizen? Ik wil wonen in de hoofdstad. Nee, zei Marian meteen. Ik vind het hier juist fijn. Dat het hier zo rustig is en weinig auto's zijn. Weinig auto's, weinig auto's. Weinig auto's, weinig auto's. Weinig auto's, weinig auto's. Weinig auto's, weinig auto's. Johan keek teleurgesteld en moedeloos naar buiten. Toen schrok hij zich een hoedje, want wat zag hij door de ruiten? Een brommer botste vreselijk hard en met een grote klap beschadigde zijn auto bovenop de motorkap. Motorkap, 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 motorkap. Motorkap, 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 motorkap. Johan schreeuwde: kijk toch uit, die gozer kan niet remmen. Marian kwam aangesneld om Johan iets te temmen. De jongen had een blauwe plek en zei: het spijt me zeer. Ik nam de bocht een beetje snel, mijn rem werkte niet meer. Werkte niet, werkte niet, werkte niet, werkte niet. Werkte niet, werkte niet, werkte niet, werkte niet. Marian zei: ach lief kind, ga alsjeblieft niet wenen. Je staat hier zonder kleerscheuren en nog op eigen benen. De schade lossen we wel op, wil je een kopje thee? De jongen zei: heel graag mevrouw, daarop zeg ik geen nee. Zeg geen nee, zeg 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 geen nee. Johan keek vol onbegrip en kon het niet goed snappen. Dat Marian zo aardig deed, die jongen verdient klappen. Ach wat jij zeurkous, wees toch blij, zei ze opgefleurd.
dat er in die straat van jou nou eindelijk iets gebeurt. Iets gebeurt, iets gebeurt, iets gebeurt, 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 iets gebeurt. Nou, is er uiteindelijk toch nog iets gebeurd bij hem in de straat. De volgende oefening is een werkwoordsoefening. Idris, weet je nog wat het zijn, werkwoorden? Ja, doewoorden, actiewoorden. Juist. Bijvoorbeeld kijken, lopen, eten, drinken. Dit zijn allemaal werkwoorden. Nou, heel mooi uitgelegd. We gaan oefenen. Kies het goede woord. Doré, de eerste is voor jou. Ik, puntje, 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 in de pan. En in deze zin moet nog een woord extra. Tomaat of restaurant of roer. Ik roer in de pan. Ik roer in de pan. En roer is een werkwoord. Juist. Nog één voor jou, Doré. Jij, puntje, 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 je een ongeluk. Schrikt of ziekenwagen of motor. Jij schrikt je een ongeluk. Ja, jij schrikt je een ongeluk. Schrikt is het werkwoord. Ja. Nou, als je heel erg schrikt, dan zeggen we ook eens, je schrikt je een ongeluk. Ja, precies. Idris, de jongen, puntje, puntje, zich erg. De jongen verveelt zich erg. Juist, hè? We hebben snoep, verveeld en fiets en jij kiest voor verveeld. En dat heb je goed gedaan. De laatste twee zijn voor u. De fietser, puntje, 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 voor het zebrapad. U kunt kiezen uit remt, ongeluk en achterkant. Welk woord moet op de stippellijntjes? Kular, wat denk jij? De fietser remt voor het zebrapad. Juist, de fietser remt voor het zebrapad. En remt is het goede werkwoord. Nog één voor u. De kinderen, puntje, puntje, naar de ziekenwagen. Blikje of schreeuwen of fles. Wat is het goede werkwoord? Wat denkt u? Wat denk jij, Gular? De kinderen schreeuwen naar de ziekenwagen. De kinderen schreeuwen naar de ziekenwagen. Schreeuwen is het goede woord. Het is een werkwoord, het is een doelwoord, actiewoord. We gaan nog even verder oefenen met werkwoorden. Welke zin is goed? Gular, zou jij willen beginnen met het voorlezen van deze drie zinnen? Ik verveel me dood. Ik verveel me dood. Ik verveel me dood. Tweede zin is goed. Ik verveel me dood. Juist. En kan je het ook uitleggen? Ik vorm krijgt geen en en s. De ik-vorm krijgt geen en, dus een is niet goed. En krijgt ook geen t. Die gebruiken we bij de hij-vorm. Juist. Idris. Jij botst tegen de auto. Jij botst tegen de auto. Jij botsen tegen de auto. De eerste zin is goed. Jij botst tegen de auto. Juist, jij botst tegen de auto. We hebben te maken met een jij vorm. Een tweede persoon. Dan komt die erachteraan. Juist, dankjewel Idris. Doré. Het meisje remt met de fiets. Het meisje remt met de fiets. Het meisje remmen met de fiets. En welke is goed? 1, 2 of 3? Tweede zin is goed. Het meisje remt met de bus, omdat het meisje is tweede persoon. En daar komt altijd T achterop. Juist, hè? Het meisje rent met de fiets. Ja. Het meisje remt, er komt een extra T achter. Ja. Juist. De laatste is weer voor u. Jullie schrikken van het ongeluk. Jullie schrik van het ongeluk. Jullie schrikt van het ongeluk. Welke zin is goed? Wat denkt u? Kular, wat denk jij? Welke zin is goed volgens jou? Volgens mij, eerste zin is goed. Jullie schrikken van het ongeluk. Juist, meervoud. Jullie schrikken. Meervoud dus en. Juist. En deze laatste is ook voor u. De jongens schreeuwt. De jongens schreeuwen. En de jongens schreeuw. Welke zin is goed? Moet het zijn schreeuwt, schreeuwen of schril? Kular, wat denk jij? Tweede zin is goed. De jongens schreeuwen. Juist. Met EN.
EN erachter, want de jongens, hè, dat zijn er meer dan één, is meervoud. Juist. In deze oefening moet u het goede woord kiezen. Wat is goed? Pak de jongen haar fiets of zijn fiets? Moet het haar zijn of moet het zijn zijn? Idris, wat denk jij? Pak de jongen zijn fiets. Zijn fiets, juist. En weet je ook waarom? Ja. Voor mannen zijn, voor vrouwen is haar. Ja, hè, bij een man, bij jongens gebruik je zijn. En bij vrouwen haar. Juist. Geeft een lantaarnpaal 's avonds of juist 's morgens licht, Doree? Geeft een lantaarnpaal 's avonds of juist 's morgens licht? Lantaarnpaal geeft 's avonds licht. Dus 's avonds geeft de lantaarnpaal licht. Idris, nog één voor jou. Staat een kraam op de markt of op de parkeergarage? Dus staat een kraam op de markt of op de parkeergarage? Een kraam staat op de markt. Op de markt, hè. Daar staat een kraam. Ja. De laatste twee zijn weer voor u. Waar staan de auto's? Over de parkeergarage of in de parkeergarage? Waar staan de auto's? Over de parkeergarage of in de parkeergarage? Kular, wat denk jij? Ik denk in de parkeergarage. In de parkeergarage, hè, staan de auto's. Goed. En de laatste voor u. Draait een film op de bioscoop of in de bioscoop? Wat zeg je dan? Gebruik je dan op of in? Wat denkt u? Idris, wat is volgens jou het goede antwoord? Ja. Ja. Dat draait in de bioscoop. Twijfel je of weet je het zeker? Eigenlijk twijfel, maar ik kies in de bioscoop. Heb je goed gekozen? Ja. En je zegt, de film draait in de bioscoop. Ja. We gaan beginnen met de laatste oefening. De puzzel. Wat hoort bij elkaar? Niet de voorkant, maar puntje, puntje, puntje. Je kunt er films zien. Het is lang en geeft licht. Je kunt eruit eten gaan. Als twee auto's botsen en er staan veel auto's. En we hebben de woorden ongeluk, achterkant, parkeergarage, bioscoop, lantaarnpaal en restaurant. Nou, wat hoort bij elkaar? Doree, wil jij beginnen? Ja hoor. Niet de voorkant, maar achterkant. Ja, niet de voorkant, maar de achterkant. Hè? Is het tegenovergestelde? Ja, precies. Nog één voor jou, Doree. Je kunt een film zien in de bioscoop. In de bioscoop, en niet op de bioscoop, hè? Maar in de bioscoop precies, kan je film zien. Idris. Het is lang en geeft licht. Dat is lantaarnpaal. De lantaarnpaal? Ja. Ja. En je kunt er uit eten gaan. Dat is restaurant. Ja, heb je ook goed. En de laatste twee zijn voor u. Als twee auto's botsen. Hè, hoe noemen we het ook wel als twee auto's botsen? Kular? Een ongeluk. Een ongeluk? Juist. En de laatste voor u. Er staan veel auto's. Nou, Gular, waar kan je veel auto's vinden? Parkeergarage. In de parkeergarage. En dat was alweer de puzzel. Ja, we zijn aan het einde gekomen van deze 12e aflevering. En ook aan het einde van deze serie. Ik wil jullie drie hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Jullie hebben het hartstikke goed gedaan. Dankjewel. Ja, ik wil jullie ook hartelijk bedanken voor het kijken. Zoals ik al net zei, de laatste aflevering van deze serie. Ik hoop dat u er veel van geleerd heeft en wens u nog heel veel succes toe met het leren van de Nederlandse taal. Dag!